op die trein zien te geraken. Oh man, Penny, een streling voor het oog zoals altijd. James, je ziet er anders wel strak uit in je pakje. Ga je soms eten? Wat ik allemaal niet doe voor het vaderland. Maar mij neem je nooit meer eten. Ben ik niet goed genoeg, misschien? Ik zou wel willen, Monnie Penny. Maar M zal me schorsen voor misbruik van staatseigenaar worden. Och James, met vleierij bereik je niets. Maar je kan wel altijd blijven proberen. Hallo? M is beschikbaar voor jou. Oh, mooi, hè. Wat zou ik doen als ik jou niet had? Je hebt me nog nooit gehad, James. Oh, nog meer, mooi. Binnen. M. Wat is er gebeurd, man? Ik ben op de trein gesprongen, ik heb de trein doorzocht en ik heb haar niet gevonden. Ik denk dat ze er tijdig is afgesprongen. En nu is er een dodelijk virus in het handen van terroristen. Ik haal je van de zaak. Je bent beschermd. Nee, je weet dat ik de enige ben die het virus kan terugkrijgen. Ga dan eerst maar langs de medische staf om je fitheid te bepalen. Goed. Ik heb een uitstekend rapport nodig. Je moet me goedkeuren, Molly. James, dat is niet echt... ethisch. Praktisch. Slim. Anders zullen we het even laten vallen. Je gaat me toch moeten bellen. Deze keer. Ik doe alles wat de dokter voorschrijft. De dokter zegt dat je een uitstekend uithoudingsvermogen hebt, Bond. Dat komt vast door het bevredigende werk dat ik lever. Hier is het dossier. Dit is het Chimera-virus. Het werd ontwikkeld aan de KU Leuven in samenwerking met het leger voor militaire doeleinden. Het probleem hiermee is, het virus is ontwikkeld, het antigif nog niet voor onze troepen. De vrouw die dit gestolen heeft, haar naam is Xenia Onatop. We weten dat zij zelf niet het brein is achter de missie, maar we weten niet wie exact of wat, welke organisatie, dat er dan wel achter zit. En dat ga jij uitzoeken. We denken dat de hoofdzetel gevestigd is in Mol en daar ga je zoektocht aan beginnen. Wat we niet weten is wat ze van plan zijn met het virus. De wereld vernietigen, verkopen voor geld. Het virus is wel dodelijk binnen de 48 uur en mag dus niet verspreid geraken. En hiervoor krijg je de hulp van... Dr. Jones. Kerstmis Jones. En maak geen mopjes over mijn naam, want ik ken ze allemaal. Ik ken geen dokter mopjes. Zij leidde de ontwikkeling van het virus en is dé expert op dit vakgebied. Goed, ga maar langs Q. Zij heeft nog een aantal snufjes voor je klaar. Denk je dat hij zal slagen? Hij is de beste die we hebben, maar dat ga ik hem nooit vertellen. Avond, heeft hij me gestuurd? Ja. De gadgets. Voor eerst een Walther PPK, 7.65 mm, capaciteit 7 kogels. Q, dit wapen is alvast een schot in de ruis. Ten tweede, lijkt een gewone pin, 3 keer klikken en hij is geladen, dan heb je 4 seconden voor alleen hij ontploft. Opnieuw 3 keer klikken en hij is terug veilig. Dus de pin is echt machtiger dan het zwaard. Ten derde, een gsm met allerlei handige apps en applicaties. Vooral belangrijk is de QR-reader, bloedanalysator en allerlei andere. Heb ik ook een leuke beltoon. Hier is uw Omega-horloge, bevat een laser, bevat zender en ontvanger, bevat hier een ijzerdraad, capaciteit 120 kilogram.
En kan ik er ook het uur mee lezen. En als laatste uw gevechtsbril, handig om uw capaciteit te controleren en gevechtssituaties na te bootsen. Dat is alvast een interessante nieuwe kijk op dingen. Ja, en dan mocht je nog even meekomen en dan gaan we naar de auto.